Journalist Femke Boot schreef van de week in de Volkskrant dat het nu wel eens klaar mag zijn met de online haatberichten en doodsbedreigingen aan haar adres. Twitter, Facebook, al die comments, het is allemaal zo ontzettend naar. Waarom kunnen wij niet gewoon vriendelijk van mening verschillen? Je had het boek kunnen noemen. Ja, we weten nog niet eens wat het boek is. Omdat jij nog niks hebt ingeleverd. Nu, er moet wel een beetje reuring om jouw boek gaan ontstaan, ja? Reuring? Ja, reuring, ja. Volgende week, eerste deel van mijn mailbox, oké? Okay? Niet de comments lezen. Nee. Heb je wel op Twitter gezeten? Niet doen. Ik moet gewoon even mijn hoofd leegmaken. Ik heb ook wel een uitlaatklep, hoor. Wat dan? Aardig zijn. Waarom kunnen we niet gewoon vriendelijk van mening verschillen? Wat het ook is. Ik kan het vertellen.